sinds kort hebben we ons gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in de 49er-klasse. En we zijn het eerste Nederlandse team ooit in de 49er-klasse dat Nederland gaat vertegenwoordigen op de Olympische Spelen. Nou, daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op. Wij houden ons daar verder niet zo heel erg mee bezig, maar werken gewoon ernaartoe om de beste te worden in de 49er-klasse. Ik was 17 jaar toen ik begon met wedstrijdzeilen. Voor mij is plezier altijd de eerste drijfveer geweest om op het water te gaan en om te zeilen. It's only water! It's only water! Het groepje waar ik altijd mee zeilde, dat was op de vereniging waar ik lid van ben. En dat is de watersportvereniging H2O in Herkingen. Dat is een hele kleine vereniging. En ik denk dat we gewoon een goede lichting hadden qua aantallen. Dus er was iets gaande. En iedereen kwam eigenlijk altijd elk weekend. Het ging allemaal om plezier. En dat evolueerde zich langzaam in wedstrijdzeilen. Mijn eerste keer zeilen was in Friesland. Daar hadden we een vakantiehuisje. En daar heb ik op de Fluze eigenlijk voor het eerst in een bootje gezeten. Toen ik 7 jaar was, begon ik met wedstrijdzeilen op de Haarlemse Jachtclub. Mijn eerste trainers waren Jelle en Danny, heten ze. Die waren lokale trainers van de Haarlemse Jachtclub. Daar heb ik mijn eerste dingetjes van geleerd. En toen vervolgens in de Optimist heb ik veel samengewerkt met Pim Stumpel. Die was toen de coach van de Optimisten. Dus daar heb ik ook veel dingen van geleerd. Toen ik begon met wedstrijdzeilen, toen had ik eigenlijk geen coach. Dus alles was vanuit mezelf en we hadden ook geen trainer of iets vanuit de vereniging. Toen ik mij selecteerde voor het nationale belofteteam, toen leerde ik mijn eerste coach kennen. Dat was Ben Koppelaar. Hij geloofde snel in mij. Ben vertelde mij voor het eerst hoe je over golven moest sturen. En wat je moest doen met je lichaam en hoe je moest schoten. Zeiltechnisch gezien gaf dat wel echt een boost. Na de Optimist ben ik in de 420 gaan zeilen. We started at 18th position on the first day and during the event we climbed to the top and now we're here in second. Daarna heb ik ook eventjes kort in de 29er en de 49er FX gezeten en daarna ben ik overgestapt naar de 49er. Ze noemen de 49er ook wel een high performance klasse. Dat is omdat alle beslissingen in een heel rap tempo moeten worden gemaakt. Eigenlijk kan je het vergelijken met bijvoorbeeld de Formule 1 van het autorijden. Ik denk dat we maximaal 40 km per uur halen. Misschien iets eroverheen. Het ligt een beetje aan de omstandigheden met vlak water of golven. De golven ligt de 49er niet zo. Maar als het vlak is, dan halen we dat wel. We weten dat er gewoon een niveau is dat ontiegelijk hoog ligt in deze klasse. En dat zijn vooral de Nieuw-Zeelanders. Erling en Tjuk die domineren de 49er-klasse eigenlijk al een jaar of 8 of zo. En die zijn de Merkers Cup gewonnen, zijn de Volvo Ocean Race gevaren. Dus die zijn naar mijn mening wel de benchmark voor ons. Waar we naar kijken en ons aan vergelijken van waar kunnen we nog beter worden. Wat Burling en Tjuk beter doen dan de rest is dat ze eigenlijk minder fouten maken tijdens wedstrijden dan de gehele competitie. Hun emoties bepalen niet hun beslissingen. Ze zijn altijd gestructureerd alsof het een robot is, zeg maar. Maken ze nooit een fout. En wat dat betreft is dat ook een kans voor ons waar wij beter in kunnen worden. Waar nog grote progressie ligt, is dat we gewoon een wedstrijd doorkomen zonder echte grote fouten te maken. Aan boord is het eigenlijk zo dat Bart houdt dat stokje vast en die beslist eigenlijk waar we heen gaan. Dus die maakt de beslissingen en ik zorg voor de snelheid van de boot. Er is natuurlijk ook nog een soort samenspel en dat is dat ik Bart help met die beslissingen nemen. We zijn allebei niet echt praters. Er moet meer gepraat worden, maar het is niet onze natuur, dus we willen dat niet overdoen. Dus we willen een manier vinden hoe het zo efficiënt mogelijk kan. Ja, daar zijn we nu mee bezig. Als ik Pim zou moeten omschrijven, is het wel zo dat Pim van zichzelf al een hele goede wedstrijdzeiler is en veel inzicht daarin heeft. Aan boord is hij gewoon een harde werker. Niet zeuren, maar gewoon werken en dat wel fijn in een bemanning. Bart kan heel goed een doel stellen voor een dag en daarmee aan de slag gaan. En bijna zonder emotie van het water afkomen en gewoon objectief naar dat doel bekijken. Hebben we dat gehaald of hebben we dat niet gehaald? En hebben we het niet gehaald, dan gaan we de volgende dag er gewoon aan werken. Ik was altijd meer even kijken waar het allemaal gaat komen en ik wil gewoon veel leren en hard werken zoals Bart zegt, maar echt het doelgericht heb ik wel echt van Bart. Eind 2016 is het Watersportverbond begonnen met het High Performance project. Toen hadden ze een hele grote groep zeilers bij elkaar gezet in de FX. Een paar maanden later zijn de jongens overgestapt naar de 49er. In die tijd was de filosofie om door te wisselen tussen bemanningen en stuurmannen.
Het idee daarvan was dat het niveau van de hele groep gezamenlijk omhoog ging. Dat iedereen elkaar beter wilde maken en dat werkte ook goed. Toen we in de FX nog voeren met de hele groep, toen weet ik nog wel dat we dan... hadden we wedstrijden in Nederland en dan op een of andere manier zeiden wij, laten wij die een keer samen doen. Dus dat waren de enige momenten voor het hele traject dat we eigenlijk samen in een boot zaten. Ik weet nog wel dat ik dat altijd meteen prettig vond om met Bart te varen. En de gesprekken die je hebt op de kant, die zijn ook prettig. Toen we het hele traject in gingen met veel trainen en veel samen varen, dan merk je dat dat versterkend is. En dat is nog steeds zo. Ja, onze relatie is wel goed. 2 jaar geleden ben ik begonnen met Pim om samen echt te zeilen. En toen is ook Team KPN Sportfonds geweest die ons project en ons team goed had ondersteund. Dus dat heeft ons enorm geholpen. Ik volgde het jaar voordat ik begon met wedstrijdzeilen wel best wel intensief alle programma's en wat iedereen deed. En ik zocht op internet op hoe zo'n leven eruit zag, hoe zo'n programma eruit zag. En dat sprak me eigenlijk wel aan. Dus daar is het topsportidee is wel een beetje ontstaan. Dat ik in mijn hoofd had van, nou, zo ziet dat eruit en dat lijkt me wel iets. Met nooit de gedachte, nou, dat ga ik halen of dat wordt mijn leven. Ik denk dat wij wel bijna elke dag van het jaar met het zeilen bezig zijn. Dat betekent niet dat we elke dag zeilen van het jaar, want we hebben ook rust nodig. Ja, een gewone zeildag ziet eruit dat wij gewoon het water op gaan, 3 uur trainen en dan bespreken we na en dat is het dan. En dan misschien nog een fysieke training voor of achteraf. Ik moet zeggen dat ik van jongs af aan altijd wel de Olympische Spelen heb gezien als een droom en dat ik daar altijd wel aan mee wilde doen. Maar het is pas een aantal jaar geleden geweest dat ik echt die schakeling heb gemaakt naar echt er volledig voor te gaan. En ik ook echt heb gezegd van, dit ga ik doen. Het doel van het project was natuurlijk altijd dat we als mannen zouden deelnemen aan de Spelen. Nou, dat hebben we eigenlijk al gehaald. Dus daar kunnen we een vinkje hier achter zetten. Dus ja, we kijken nu eigenlijk alweer verder. En een kans op een medaille, dat is eigenlijk waar we voor bezig zijn.